Ja, net zitten kijken, vrienden. Nederlands elftal, jullie ook natuurlijk. Ja, luister eens even goed. Ik weet wel hoe dat gaat. Dan zeggen mensen weer van, ja, maar het is maar Nations League. Dat gaat nergens over, Nations League. Ik bedoel, ja, en dan wint Nederland. Maar hé, vrienden, luister goed. Die Belgen, die spelen thuis. En die Belgen, die willen gewoon een goede prestatie neerzetten. Die spelers, die kennen elkaar ook allemaal. En niemand wil er afgaan. Dus reken er maar op dat het is gewoon een echte wedstrijd, hoor. Nations League, ja of nee. En jullie kunnen wel denken, maar ja, dat gaat nergens over. Is niet zo. Geloof mij nou maar. En die Belgen, die willen niet in eigen land. In de hoofdstad willen gewoon niet afgaan. En die krijgen gewoon met 4-1 op hun sonenmieten. 4-1, vrienden. Dat is nogal wat. 4-1 voor Oranje. Dat hebben we toch helemaal niet verwacht. Niemand toch van ons. Toch helemaal niemand. 4-1, neem je even niet kwalijk, zeg. Je was al blij geweest met 1-1 of zo. Dan hadden we gezegd, nou, we hebben wel goed gedaan. Nee. Ze winnen gewoon met 4-1 van de nummer 2 op de wereldranglijst. Ja, en Van Gaal, dat werd toch een tijdje, nog niet zo lang geleden. Omdat hij rare spelers ging uitnodigen. En iedereen zei van, god, wordt hij een beetje seniel of zo, die oude Van Gaal. Moeten we die niet vervangen worden? Daar hadden ze het allemaal over. En die Louis, die zet gewoon een goed elftal neer daar. Ja, want Louis wil ook niet afgaan. Net als die Belg, die heeft er ook geen zin in. Die wil gewoon een goede prestatie neerzetten. En dat is er gewoon gebeurd. Nederland en Oranje, vrienden, speelden gewoon een hele goede wedstrijd. Ja, en daar kunnen we alleen maar heel, heel erg blij mee zijn. Ja, en dat moeten we ook doen. Ja. En dat ben ik ook. En ja, en dan begint iedereen natuurlijk. Ja, maar straks in Qatar. Als we zo spelen, worden we wereldkampioen. Nee, nou, rustig aan, vrienden, nu, hè. 4-1 is geweldig, top, top. Maar Qatar, of we daar wereldkampioen worden, ik weet het niet. Er zijn nog wel meer landen. Argentinië bijvoorbeeld, zeg ik, pas geleden spelen. Heb je dat gezien? Ja, en er zijn nog wel een paar landen die er nog wat van kunnen. Maar, hey, we kunnen één ding kunnen we doen. We kunnen weer lekker met z'n allen achter het Nederlands elftal gaan staan. Want dit is leuk. Ja, dit smaakt gewoon naar meer. En Nederland komt, ja, dat weten we nu ook wel, toch heel ver in Qatar.